Buonasera, benvenuti con, in Game Cloud. Welkom bij Game Cloud. We zijn hier op de Gamescom, dag 3. Nu gaan we wat leuke games checken. Dus ga mee naar binnen. Ik heb de Lost Planet 2 afgecheckt bij Capcom achter gesloten deur. Dus we konden even lekker lang met de game aan de slag. We kregen een speelsessie aangeboden en een groot gebied met tegen één heel groot monster. Nou, we speelden met wij met z'n drieën dan en een paar extra mensen die er ook waren van andere Duitse website, weet ik veel. Maar toen moesten we met 8 man, een heel groot, een gigantisch beest die je van Lost Planet 2 kent, verslaan. Nou, het zag er echt heel goed uit. Ik was zeer verrast. Ik dacht, nou, het valt wel mee, maar het zag er echt heel goed uit. Ik zelf besloot maar om het beest van de bovenkant te schieten. Ik ging er maar bovenop staan. Maar het beest zakte al gauw in elkaar, want we waren een beetje te sterk. Ik weet niet of het altijd zo makkelijk is, maar ik hoop het niet. Maar in ons ging het echt heel snel. Maar het werkte goed, ook al had ik soms wel een beetje met schieten, dat ik, als ik opzij wou, dat hij echt gauw helemaal naar buiten spatte en dat ik weer naast het beest zat te richten. Maar voor de rest, het voelde lekker aan. Dus misschien wennen nog dat richten, maar op zich, het zag er goed uit, werkte lekker en ik ben benieuwd naar het hele spel. Ja, ik heb net bij Ubisoft Avatar mogen checken. Dat spel heeft voor mij heel veel indruk achtergelaten. Ik had er niet heel veel interesse in, zeg maar, als ik zo benoem. Maar toen ik het begon te spelen, toen zag ik dat het spel heel goed liep. Speciaal voor de Wii, dat hij heel goed in elkaar zat. En ik ben helemaal onder de indruk van dat spel. Ik heb er ook nog niet heel veel dingen eerder van gehoord. En het zag er gewoon allemaal goed uit als je met je poppetje, met je creature, zeg maar, door het gras heen liep, dan kon de vijand je niet zien. En naarmate de vijand omdraaide, kon je uit het gras komen en gelijk die vijand neerbonken, zeg maar, met je staaf. Voor de rest had je ook een pijl en boog en kon je de vijand op afstand uitschakelen. En naarmate het spel vorderde, kwamen er ook allemaal van die grote creatures die je ook neer moest zoeken. Dat was wel een beetje lastig. Er was minder gas om in te hiden, maar ik denk dat het spel heel veel achter gaat laten. Ik denk ook zeker dat er een tweede versie van zal komen, dat het niet bij de eerste deel gaat blijven. Maar vooral op de Wii was het heel goed speelbaar. Het was gewoon, het leek net een Xbox versie, zeg maar, of een PlayStation 3 versie. Maar het was gewoon op de Wii was het gewoon heel goed speelbaar, ook met twee controllers. Het zat gewoon heel goed in elkaar. Zojuist ook weer een flashpoint gecheckt. We konden 10 minuten met de game aan de slag. De game is echt puur realistisch, dat kan je gewoon gelijk zien. De kogels vliegen je om de oren en als je geraakt bent, dan ben je ook eigenlijk bijna gelijk dood. Omdat het zo realistisch is, is het soms een beetje moeilijk om mensen te raken, omdat die afstanden zo gigantisch groot zijn, waardoor de spelers soms bijna gewoon pixels zijn en waardoor je ze eigenlijk gewoon nauwelijks kan raken. Maar als je dit een beetje leert, dan ik denk dat het dan zeker wel gaat lukken. Op grafisch gebied is de game goed, een beetje normaal. Het ziet er niet heel goed uit, maar ik denk dat er wel mee door kan. Maar de game is denk ik niet zo mooi, omdat de game zo heel grote oppervlakte heeft. Dan kan de game niet tegen een Call of Duty of een Battlefield op. Maar het blijft er toch wel goed uitzien en het ziet er toch echt realistisch uit. Bugs zijn er zowat niet. Nou, soms had ik dat ik een bosje liep en dat ik dan vast zat in het bosje, maar ik hoop dat het er nog uit wordt gehaald. Want de vergelijking met Arma 2, dat is ongeveer net zo'n soort game, het zag er minder mooi uit. Maar dit spel zat veel meer vol met bugs. Dat heeft deze game volgens mij echt niet. Dus ik denk dat het een goede game wordt. Mission of Kölner Räuber. Fallen wir ein, geht das Ding nach dem anderen raus. Jawohl. Schieherz. Betonerte Zähne, schöne Tränen auf Kurve gespannt. Bob Yosef. Schieberer Grind. Wechsel der Schiller. Yes. Ja, we waren net bij de gameplay van Dragon Age. Hebben we een stuk van opgenomen. Het is van EA. Het is een vervolg van de eerste Dragon Age. Het zag er allemaal goed uit. De gameplay
Ik denk dat het meer verhaallijn is dan het spelen zelf. Want je zag de hele tijd verhalen ertussen. Het is minder spelen dan ik gewend ben bij Dragon Age. Voor de rest, het zag gewoon realistisch uit met het zwaard en alles. De vijand zag er realistisch uit. Vooral de emotions die sommige characters hadden, die kwamen echt naar voren. Ook als, als het verhaal verteld werd, kwamen heel duidelijk de emoties naar voren. Ik denk dat het landschap waarin ze spelen, dat daar heel veel aan gewerkt is. Het zag er goed uit met kasteel en landschap over het algemeen. En ik denk dat er heel veel opties in de game zijn. Voor de rest denk ik dat EA er een redelijk goede aanwinst mee heeft. Maar ik denk toch niet dat het spel van het jaar zal worden. Want daar kunnen we beter voor naar FIFA of Need for Speed of in die trance. Dag 3 van de Gamescom zitten we erop. We hebben vandaag weer gigantisch veel games kunnen checken. Onder andere Operation Flashpoint 2, Lost Planet 2. Nog veel meer. Morgen gaan we aan de slag met Activision. Want Daan heeft vandaag deze kaartjes bij Activision kunnen realiseren. Waardoor wij gewoon via de achteringang of via uitgang naar binnen kunnen. Modern Warfare staat elke dag zo'n rij van ongeveer 3 uur. Morgen wordt het waarschijnlijk de drukste dag. Dus zal het nog langer zijn. En wij mogen gewoon naar binnen. Ook hebben we een afspraak met Singularity, de senior producer van het spel. Hij zal ons heel erg gaan informeren over de game, over de tijdreizen en dat soort shit allemaal, wat je er allemaal in kan. Morgen gaan we ook aan de slag met Karaoke Revolution. Gaan we even lekker zingen. Welk liedje, dat is nog onbekend. Maar ik zou zeggen, gewoon kijken morgen en potman.